zijn vertrokken vanuit de zoektocht om bewegen aantrekkelijk te maken. Mm-hmm. Ook wat tijd te winnen door een aantal dingen te kunnen combineren. Het is zo dat de Vlaamse gezondheidsnorm voorschrijft dat iedere Vlaming 30 minuten per dag matig intensief moet bewegen. En ook voor mij persoonlijk was het altijd zoeken waar vind ik nog die 30 minuten om dat in de praktijk te brengen. We hebben ervoor gekozen om deze WeBike, die hier ook een stukje een groepsgebeuren is, in dit shoppingcentrum te kunnen zetten. We hebben nu ook een geïnstalleerd in een congrescentrum. Dus het zijn een beetje atypische plaatsen waar mensen niet verwachten dat ze eigenlijk een stuk beweging worden aangeboden. Het zijn wel plaatsen waar mensen vandaag op zoek zijn naar internet en naar ook hun elektronische toestellen te kunnen laden. Dat is iets wat we op heel veel plaatsen horen. Mensen willen smartphones, pads, laptops toch eigenlijk wel heel vaak kunnen laden. En vandaar dat we ervoor gekozen hebben om de marktintroductie te doen op semi-publieke plaatsen. We krijgen zeer veel vraag uit de gewone zeg maar kantoormarkt van mensen die toch wel eigenlijk het zien zitten om op die manier in hun kantoor te werken. Het zijn individuele modules, dus wij kunnen hierin ook variëren. Het is een opstelling met 3, maar het kan met meer, kan met minder. De individuele module hebben we nog niet echt op de markt gezet, omdat die toch wel opnieuw een stukje design vraagt. En we willen zeker eerst toch wel goed dit volwaardig product op die markt van semi-publieke ruimte kunnen introduceren.